Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom terug op het kanaal. In deze video gaan we een spel spelen genaamd Horizon Zero Dawn. Ik heb dit spel nog nooit eerder gespeeld en ik wil het graag eens opnemen hier op mijn YouTube kanaal. Ik heb deze video opgenomen tijdens mijn livestream. De links naar mijn livestream kanalen kan je onderaan in de omschrijving terugvinden. Nu, zonder enige omleiding, laten we direct starten. We gaan nu eens een spelletje spelen wat ik eigenlijk al een lange tijd wou spelen. En we starten direct. Ik heb het nog nooit eerlijk gespeeld, dus we zullen zien. Hey Bjorn, welkom op de livestream. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Een ritueel. Wat voor een ritueel zou dat dan zijn? Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? Okay. Dit spel heeft een enorm goede verhaallijn. Ik ben wel benieuwd wat het allemaal gaat zijn. The whole village would attend, and matriarchs perform a ritual. Ik vind het nu al leuk. We are outcasts. Ja, inderdaad, Remco. Iedereen even liken. Keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. We zijn eigenlijk in een land terechtgekomen dat volledig is verwoest door mechanische monsters. To us, dit is ver in de toekomst. En de mensheid moet overleven met alles wat er te vinden is. Zo'n beetje een kruising van dinosauriërs en mechanische monsters blijkbaar. Respect their power. I will teach you this. One day. Hey Enigma, welkom op de livestream. Wow. Oh, ik heb al zo goed zin om dit spel te spelen. Het ziet er al zo goed uit. Hier ga ik weer zo hard plezier aan hebben. We gaan een nieuw verhaal aan, jongens. We gaan een nieuwe uitdaging aan. Hi, matriarch Tirsa. What is she doing here? Does she mean to forbid the ritual? Wie is dat? Eigenlijk wie is iedereen? Ik weet nog van niks. Een soort van tovenares of zo. No, off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice. And she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless you, my choose. Okay. You honor us. Yes, now go and be ready to declare. Go. You honor us. Hey, heel goede beeldspraak hoor, echt waar. Oh, mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! Aloy is de naam. Oké.
And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To outcast! Yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? I'm here. Dus die vader is eigenlijk buitengeduwd uit die samenleving of zo. Oké, dat is eigenlijk niet zo leuk. Oh. Oké, we zijn al wat meer te weten gekomen. Het ziet er zo'n mooie wereld uit om te verkennen. Ik zie daar helemaal rechtsbovenaan. Wow, iets groot. Laten we gewoon gemiddeld pakken. Ik speel normaal gezien altijd moeilijk of ultra moeilijk of dergelijke. Maar aangezien dat ik met de livestream bezig ben, lijkt het mij makkelijker om gewoon op gemiddeld te spelen. Zodat we makkelijker erdoor kunnen geraken. 6 jaar later. Eloy. Beste land plukken. Wel, dankjewel. Ah, dat is zij. That's a lot of berries. Nora, moeder. You're quite the gatherer, aren't you, little lost? Now go and see if you can find some mom. Dat zijn voedselverzamelaars. Ja. Zo overleven ze dus. Well done. That's a good boy. Children, come with me. Ah, zo erg. Och, garme. She's an outcast to be shunned. Ah, zo erg. Maar waarom eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag. Oh, come on. Zo jammer. Ik ben er wel een beetje kwaad op, precies. Ja, ik kan het wel enigszins begrijpen. Dat doet pijn. Oei, ik ben ergens in een ravijn gevallen of zo. Ross! Hallo? Down here. Wel, we leven al sinds nog. Ze is daar wel helemaal alleen. En ik heb haar al gezien. Een geschenk uit het verleden. Nieuwe hoofdmissie. Ew, rats. Dat zijn geen kleintjes, hè? Hohoho. Dat zijn muskusratten, denk ik, jongens. Links of rechts? Links. Hallo, is hier iemand? Wel, we hebben alleszins al vleermuizen gevonden. Looks tight, but I can get through. Oh. Oh. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Is dat een rioleringsstelsel of zo? Oh. Dat is een metro. Cool. Metrosysteem of zo. Oké. Laten we even verder kijken. Treed de grot. Wacht, daar is een ingang. Hallo? Ross said never go in places like this. Lijkt mij eerder een militaire bunker te zijn of zo. Cool. Ik denk dat de elektriciteit kapot is, jongens. Die computer gaan we niet meer kunnen gebruiken. Dus wij gaan verder. Oeh. Maar dat is zo'n mooi spel.
Oeh, wat is dat? Oh, ik kan daar niet bij. Sta. Oké, ik heb 1001 vragen. En nog geen antwoorden. We gaan hier alleszins proberen. Eerst uit te geraken en ik verschoot met mijn ongeluk. Er is something up ahead. Betreed de grot. Ah, inderdaad. Daar is iets wat verderop. Hey, dankjewel Cericero voor de 2 euro donatie. Ik had het niet direct gezien, want ik had mijn hoofdzet op. Dankjewel voor de... Nice game, zegt Cericero. Ja, inderdaad, ik vind het ook heel goed. Ik zal het alarmke even moeten aanzetten. Dan kan ik het beter horen. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor de 2 euro donatie. Het is heel, heel lang geleden dat we nog eens gedoneerd geweest zijn. Dus het is heel, heel mooi. Er is iets shiny there. Wat is dit? Wel, sowieso een lijk. Dus, Hey Enigma, dankjewel om te volgen op Twitch. We hebben hier een vreemd apparaat gevonden. Wel, pak het maar mee hoor. Die zal dat niet meer nodig hebben, denk ik. Ik denk dat ik weet wat dat is. Dat is om dingen mee te besturen of zo. Een kleine computer of zo. Enigma is echt een heel handig apparaat. Oeh. Wel, dan heb ik het alleszins wel mee. Kom aan, zet het maar op. Wow. Alles werkt terug, jongens. Druk om R3 om focus aan en uit te zetten. Wel. Lichtjes, ja, inderdaad. Aha. A metal door. Closed. Daar moeten we door kunnen geraken. Scan de kamer met het apparaat. Gepanzerde deurzegel integriteit behouden. Hoe krijg ik dat dan open? Een rat. Ah, maar wacht. Connected to the door somehow. Ah, ik moet de kabels volgen of wat? Oké. Kabels volgen, jongen, en we gaan rondgaan. Ideaal. Hallo? Wel, alles werkt hier nog. Half en half. Oeh. Dus we moeten dat hier ergens doen, hè? Draai het holoslot tegen de klok in of met de klok mee? Ik denk dat ik dat naar beneden moet draaien of zo. Zo. Changed color. Right, ik denk dat ik de deur unlocked heb. We gaan eens even kijken. Raak ik weer door? The door changed color too. Ja, de deur gaat nu open. Super. Wauw. Director Evans, flash traffic from USRC. Black quartz encryption. I've routed the message to your hollow grid for viewing. Weer buiten te komen. Ten naar daar, denk ik. Oké, maar even rond moeten gaan. Oké, het is wel goed, het werkt allemaal. Ideaal. Hier moeten we door.
Hak dat door, zegt hem. Kun je dat doorhakken? Wat is dat? It's got a device. I think I want it this way. It's the best I can do. He's right behind you. Datapunt 1 van 22. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Maar deze mensen zijn eigenlijk niet opgegroeid met technologie en die weten niet hoe dat werkt, hè. Sure we can. Show me. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. But look, Daddy can't be there with you and Mom, but... We can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Kun je dat doorhakken überhaupt? Ik heb geen bijl of zo. Misschien in de toekomst kan ik hier nog een keer langs gaan. We zullen eerst zien dat we hier proberen weg te geraken. Ga door het gat. Oh, we kunnen er juist door, ideaal. Maar we kunnen precies niet terug. Dat is iets anders. Kunnen we hier door? Ja. Oké. Naar boven. Oké. Wauw. Oeh, wat is dat? Why did they die here? What happened to them? Die heeft een soort van medical base of zo. Nee, ik ben te laat. Oké, hier kunnen we naar buiten, Ja, ideaal. Oké, laten we hieruit gaan, jongens. Come, girl, take my hand. You don't belong down there. Come. Joink. Kunnen we misschien later weer wel nog een keer terugkomen? Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that? On your face? Nothing. Did you find it down there? No. Hoi, moet ik dat afgeven? Oh, jammer. No. Aloy, such things are dangerous. No! Ja, loop er maar van weg. Heb je de Frozen Wilds erbij gekocht? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het dan niet eigenlijk. Maar we zullen al zien dat we het met basisspel een beetje kunnen uitdoen, hè. If you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Oeh, overlevingstechnieken. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. Oké, we gaan jagen. Metalen beesten dan wel, hè? Zijn er nog gewoon beesten ook? Ik heb ze nog niet gezien. All these shapes. What do they mean? Hola. Take your bow. Bow. And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Oh, dat zou me kunnen helpen om te schieten of zo. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Oké, dichtbij blijven, oké. You're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there.
Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called Salvage. Oh, that's cool. Gather its berries in your pouch. Oké, we gaan leren medicijnen maken, vermoed ik. Good. Now eat the berries. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. All right. This valley is just a part of All Mother's embrace. Oké, gewone dieren zijn er wel nog, want ik zie daar zwanen eigenlijk. And keeps out the most dangerous machines, usually. Lessen in de wildernis, volg Rust. Further down river, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? Hey Mitchman, dankjewel om het te vinden. dankjewel. I will be beside you. Ja, het is enorm gegroeid. Ja. En het gaat stilletjes aan nog omhoog, hè? Richting de 1000. Aloy. Machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. Oké. Volg wel, Rost. Shh. There. Oeh, now stay. The machine? No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show watchers. You. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Zijn er nog? Now keep low and follow me across the trail to that tall grass. Oké. Hoe? Ze hebben mij niet gezien. Another one. Let it pass. Wel, die zijn wel serieus blind hoor. Come back this way. Goed voor ons. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Ze moeten heel, heel stil vooruit zien te geraken, van bosje tot bosje. Wait for it. Het rode gras kun je ze niet zien, zegt Enigma. Jordan zegt, ik vind het begin van games altijd saai, al die tutorials. Ja, elke game heeft wel een soort van tutorial uiteraard. Maar anderzijds, het is wel een mooi gebied om door te wandelen dus. Je deed wel. Ze zagen je niet of hoorden je. Echt voor die machines uiteindelijk wel heel mooi. Ik vraag me af of we die in de toekomst ook moeten verslagen ofzo. Daar klimt hij op. Who's that? Ignore him. But why is he up there? Zotterik. He's smiling at us. Tab, get back where you belong. Tab. Nora moedige is dat. Ignore him. We are outcasts, and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. Then he is a fool. Come now, let's find that herd. Follow. Dus wij zijn outcasts, maar wat is eigenlijk de reden waarom dat we outcasts zijn? Hij gaat toch iets moeten gedaan hebben. Ik kan dat wel even meepakken. Waardoor dat wij dat alleen verdiend hebben ofzo. Hey Yolo Aapje, welkom op de livestream. Hoe gaat het met mij? Gaat het zeer goed? Ik ben net een nieuwe spel begonnen. En ik vind het eigenlijk wel al een mooi spel tot nu toe. See them? These are called Striders. Oeh. Ha! Get! Ze baarden of zo. Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Now,
I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Okay. Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Mag ik blauwe tekst? Helaas, daarvoor ga je iets meer op de toekomst langskomen. Ik geef dat ook niet aan iedereen, hoor. Voor mensen die in mijn Discord zijn ingeschreven en dergelijke, regelmatig op het kanaal komen, zeer actief zijn in het kanaal, kunnen dat uiteraard wel verdienen. Maar ik geef dat niet gewoon omdat je het vraagt, zal het zo zeggen. Dat is iets wat daar moet verdiend worden. Dus als je in de toekomst regelmatig langskomt en ik een goede dag zegt en meewerkt in de chat en zo, dan kan dat zeker en vast. Volg Rost. Aloy, over hier. Ja, ik ben al onderweg. Rustig. Aloy, oh, there's the herd. Alright, it's time to throw some rocks. Hij komt veel op D-Live bij mij, oké. No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with. Or it will warn the herd and send them running before we get in range. Maar hoe gaan we dat aanpakken? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal. Maar hoe kunnen we ze dan stil krijgen? Dat is de vraag. Wait for my signal. Ofwel moeten die soort van transmissiesystemen uitschakelen. Throw a rock near me. Wel, dat werkt, hè. Ideaal. En nu? There. Come, girl, it's safe now. Strip het watcherkarkas. Oké, ik moet naar beneden gaan. Ideaal. Oh. En allemaal verzamelen. Ik heb altijd geen idee waarom, maar kom. Harvest a kill so I can teach you how to make arrows. We moeten dat doen. Alles pakken. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Druk L1 in om de wapencirkel te openen. En dan selecteren met R en HX ingedrukt. Oké, ze gemaakt. Oh, nog weer een right. Dus je kunt je altijd maken van die machines. Björn zegt, ik ben er altijd. Heel mooi. Oh. Zo'n paarding. Aloy, they heard you. Don't be so noisy this time. Oei, ik heb iets verkeerd gedaan. Wauw, ik moest sluipen. Oké. Sorry. Here, stay low in the grass and be quiet. Ja, het is rustig. Shh. It's time to make your first kill, Aloy. First kill, baby. Strider, one of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study your prey. Its hide is thin, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? The cat is still on its back. Is that a weakness? Shucks. How did you get hit? Keep firing! Ooh, bijna ging vlotjes. Woo! Alles pakken. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? Oh, ik hoorde niets. Boy! The one running the brave trails. Follow Aloy, quick! Oké. Spring. Woo! Let's go! Run on! Zo, dit was het allereerste deel van Horizon Zero Dawn.
Als je graag nog meerdere delen wilt zien, dat kan zeker en vast. Als deze video een 100 views heeft gekregen, als ook een 25 likes, zal ik het tweede gedeelte hiervan ook online plaatsen. Maar in de tussentijd kan je dit ook volgen live op een van mijn livestreamkanalen. De links van deze livestreamkanalen kan je onderaan in de omschrijving terugvinden. Ik vond het alleszins een mooi geslaagd eerste deel van Horizon Zero Dawn. Heb je die video nog niet geliked, dan mag je dat nu even doen. En als je graag meer wilt zien, wil niet vergeten om die grote rode abonneerknop even in te duwen. Alvast bedankt om te kijken en wij zien elkaar sowieso in een van de volgende video's. Bye bye.